Absoluut, een goed blok. Het staat goed bij de mannen van Fink. Ito. Daar is hij opnieuw. Meest opvallende man misschien wel in deze wedstrijd voorlopig. Koita. Laat hem niet naar zijn rechtervoet komen. Hij gaat het wel proberen. En dan toch naar links. Koita. En hij gaat erin. En Sint-Truiden staat op voorsprong. En dat is gewoon verdiend. De fans gaan uit hun dak daar. Aan de andere kant van het veld. Maar de Canaries zijn hier zonder complexen begonnen. Spelen gretig. Gaat hier wel. Het is 0-1 voor Sint-Truiden. Ja, je zei het nog, Nicolaas. Je Koita zo ver laat komen. Echt diep in de 16 meter. Ja, één kapbeweging. Met die 0-4 natuurlijk tegen RWDM. Vroeg op het seizoen die daar een rol speelt. 10 minuten voor de rust. STVV staat 0-1 voor. En hier is Ito liever. Maar die trapt hem in de muur. Koita dan ook. Staalhard binnen. Aboubakari, Koita. Twee doelpunten op 3 minuten tijd. En geen zweem van twijfel. Wat een doelpunt van de aanvallende middenvelder. Schitterend afgewerkt nadat de vrije trap niks opleverde. Maar dan zegt Koita boem. En het staat 0-2. Speler van STVV, als ik me niet vergis. Ja, zie je. En dan nog via Pinsel. Dat had ik niet gezien. En werd die bal nog onderweg aangeraakt door Munoz. Goh, wat een knal van Koita. Van de voort, geen kans. Nee, die staat erbij en kijkt ernaar en niemand anders. Vermoeidheid. Ja, maar goed, ja. Ja, het is een vroege aftrap, dat is waar. Het is minder dan 72 uur. Weer goed. Daar zijn ze weer, hè. Daar zijn ze weer. Hashioka. En Koita gaat hij een hattrick maken. Koita, gaat hij deze maken? Hij doet het. Het is 0-3. Wat maken we hier allemaal mee in de CGK Arena? Aboubakari Koita speelt de wedstrijd van zijn leven en maakt 3 doelpunten op nog geen 5 minuten tijd. We moeten straks naar de statistieken gaan kijken of dit al beleven de namiddag van hun dromen. Dat is Sadiq die Kaya tegen Arteaga duwt, die het duel mist. Hashioka heel goed. Nee, Ito en Yamamoto daar op dat middenveld, die doen het ook fantastisch aan de bal. El Canous, oh, die plaatst hem heerlijk in de verste hoek. Ja, toch wat veel ruimte gevend aan El Canous. Kayembe komt buitenom, El Canous twijfelt een beetje, maar heen het beste. De paas verstuurd kan worden. Rozovski. Tolu op de borst. En nu trappen. En hij trapt hem schitterend binnen. 2-3. Buitenspel. Het is offside. Ja, dan mag het vuur weer uit. De vlammen mogen worden gedoofd. De aansluitingstreffer komt er niet. Wordt gecheckt, sowieso. Toch. Ik denk het wel. Oh, ik denk het niet, Nicola. De voet? Ja, de voet van Boca. Dus het zal millimeterwerk zijn. Amerikaan. En het is een doelpunt. Jawel. Sint-Truiden gaat nog in de problemen komen. El Canous. Aan hem zal het niet liggen. Goeie controle. Bonsouba. Trappen korte hoek. Goeie redding van Suzuki. Mag blijven gaan. De bal in de box brengen. Weggewerkt Godot. Opgepikt Peensel. Kayembe buitenom. Peensel. Oh, probeert het zelf. Nee! Helemaal omgedraaid. 0-3 wordt 3-3. En de kans op de zegen hebben ze nog de komende 10 minuten. Ik dacht te zeggen, wat doet ze? Langzame ballen. Zo makkelijk voor een doelman om daar... Dankbaar voor een keeper. Ja. En dan is het afgelopen, denk ik. Jawel, het eindsignaal van Lothar Dont, maar we hebben ons niet verveeld.